Dag Lana, proficiat met je overwinning. Je bent hier dus een avond Miss Glamour 2020 geworden. Hoe valt dat mee? Hoe voelt dat? Goh, op het moment heb ik er eigenlijk nog geen woorden voor. Ik ben nog even overweldigend. Maar ja, het voelt zeker echt geweldig aan. Hoe komt het, denk je, dat je gewonnen hebt? Ik heb eigenlijk totaal geen idee. Ik had wel, het zou sowieso spannend zijn, maar deze had ik eigenlijk totaal niet verwacht. Nee. Wat is de volgende stap nu? Ik denk eerst even tot rust komen, even laten bezinken en dat ik vanaf morgen activiteiten ga doen. Acte de présence, zo van die dingen. Wat vond je van de andere meisjes, de concurrentie? Ik vond dat heel gewaagde concurrenten waren, echt zeker waar. Dus... Heb je daar een streepje meer gehad op het podium, denk je? Of hoe komt het dat je gewonnen bent? Heb je op het podium meer je best gedaan dan de rest? Ik heb sowieso wel mijn best gedaan, mijn uiterste best. Maar ik denk dat elk meisje dat heeft gedaan. En ja... Oké. Goed. Ik wens je in ieder geval heel veel succes toe. En tot de volgende keer. Hè. Zeker en vast.